Nou, Raptor die is lekker aan het klimmen. Dat zie je ook wel. Is koningspython. En het is nu ongeveer rond. Ja, hoe laat is het? Rond 2:30 s'nachts. En je ziet dat hij heel erg actief is. Het is een mannetje en hoe heet dat? Hij heet Raptor en het is een hij is ongeveer een jaartje en even kijken. Nou, ongeveer een jaartje en 3 maanden oud is die. En hij is ongeveer rond de 90 centimeter, denk ik. Ongeveer. Het is koningspython en ja, alleen een beetje terrarium moet eigenlijk wel groter zijn. Want dit is eigenlijk nog te klein. Maar dit is wel gelijk wel een oplossing van. Want hij kan zich wel op een manier voortbewegen in de hoogte dan. Nou, waarschijnlijk gaat hij straks terug in het huisje, ondanks dat het licht een beetje te fel is. Dat kan. Of hij gaat straks naar boven klimmen weer. Kan ook nog. Maar ik denk dat hij straks gewoon weer lekker het huisje ingaat. Ondanks dat hij natuurlijk ja, gewoon in principe gewoon toch. Het licht gewoon te fel is. Het is een beetje vervelend om een beetje zo te filmen. Want ik zie dat hij op de beeld heel erg wazig is, maar wat ik ook al aangeef, het is meer midden in het donker, rond 2:30 s'nachts. En om een beetje actief te zien is dit een beetje de manier van. Kijk, want je ziet dat die gefocust is, zeg maar. Dus dat zie je ook gelijk aan zijn gezicht, zeg maar. Nou, hij loopt te kijken, hij loopt nou in principe nou een beetje, ja, wat is het? Eigenlijk een beetje op jacht gaan. Of dat hij geen prooidieren tegenkomt en dat soort dingen, want dat is de aard van een koningspython. Want kijk, het blijven intelligente beesten, tenminste intelligente dieren. Want zoals je ziet, hele mooie kleur heeft hij ook. Ik ga maar even weer eventjes uitzoomen. Kijk op die kleur dan. Oh, ja, echt. Ik hoop dat hij straks weer gaat klimmen. Nou, in ieder geval nog steeds welkom op mijn YouTube kanaal. En nou, het is een beetje natuurlijk een heel ander soort video hoe jullie zijn gewend. Want dit is natuurlijk een nieuwe soort huisdier. Sommige mensen vinden het geen huisdier en sommige mensen vinden het wel. En het gaat eerlijk gezegd bij bijzonder goed. Gaat het gewoon met mijn katten. Want het is een koningspython, een kleine koningspython. Oh, zie je hem gapen? Oh. Dat is wel heel gaaf, omdat ik hem net in de tussentijd heb gefilmd. Nou, waarschijnlijk gaat hij straks gewoon lekker terug naar zijn huisje toe. Denk ik. Jammer dat hij net
Als kop achter zit. In ieder geval, dit is natuurlijk wat ik al aangaf. Dit is natuurlijk een heel ander soort video wat ik meestal maak. En waarschijnlijk gaat hij straks weer naar boven toe. Dat vind ik ook wel heel erg kick om te laten zien hoe hij dat doet. Want sommige mensen hebben dat natuurlijk uiteraard niet op de video van hoe of wat. Nou, je ziet dat hij natuurlijk naar boven kijkt. Waarschijnlijk gaat hij naar de plantjes toe. Ik wil een beetje de zaklamp niet. Ja, kijk hoor. Gaat hij straks helemaal naar boven. Want hij zit nu ongeveer met zijn kop. Nou, daar. Je ziet hem eigenlijk hier ongeveer. Nou, gaat hij klimmen. Kijk, nou zit hij helemaal boven. Kijk, zie je? Hier in het hoekje. Daar zo. Even scherp stellen. De kans dat hij weer naar beneden valt, zoals gewoonlijk. Maar de laatste keer heeft hij gewoon helemaal daarboven, gewoon helemaal boven gezeten. Afbeest. En nou gaat hij weer naar beneden. Oh, toch niet. In ieder geval nogmaals, mijn excuses dat dit een beetje een andere video is. Maar ik wou het gewoon natuurlijk puur laten zien van hoe wat. Want ja, dit is natuurlijk wel al sowieso iets bijzonders. Ik wil natuurlijk vragen van, ondanks toch dit slechte video en dat soort dingen, wil ik toch vragen of dat jullie een blauwe like, op wil zetten. En natuurlijk op abonneren op dit kanaal. En ja, ik vond dit gewoon even bijzonder om te laten zien van hoe een koningspython eigenlijk klimt naar boven. En in ieder geval nog steeds super bedankt. En ik zou nog alvast zeggen voor de mensen die hem nu pas kijken of straks ook bekijken, alvast wat rusten. Voor de mensen die overdag bekijken, nou, geniet van deze video. En ja, maak nog natuurlijk een fijne dag verder. Morgen komt ook weer een nieuwe video erbij. Dus dan weten jullie er gelijk van. Nou, in ieder geval, fijne avond. Hi you.